mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabijtja gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijpert. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet aan de bal. Van Avermaet, het moet. Dit is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat vanavond. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het vanavond of Viviani? Het is vanavond die het haalt. En Olympisch kaal. Olympisch kaal voor Dirk Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen op 1! Tom Boonen is wereldkampioen! Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiestop. Vandaag zijn we afgezakt naar een boerderij in het West-Vlaamse Torhout. Deze boerderij vormt de thuisbasis van een familie waar de tractor even centraal staat als de fiets. Vader Wim kennen we als meesterknecht van kampioenen zoals Peter van Petegem en Robbie McEwen. Maar wij zijn hier vandaag voor Van Zevenand junior. Mauri bloeide open met de beloften in het shirt van EFC. Door de eindzege in de Val d'Osta en top 10 notering in de Vredeskoers en de Ronde van de Toekomst verzekerde hij zich van een plaatsje bij de Wolfpack. Bij Quickstep voelt hij zich naast El Tractor en John Deere helemaal thuis op het erf van Patrick Lefevre. Prof worden in het coronajaar lijkt niet simpel, maar door een adembenemende finale te rijden in de Waalse Pijl was een nieuw populair wielergezicht geboren. Een jaar later ging vooral zijn zus viraal door een filmpje ten huize van Zevenand online te zetten waarop we konden zien hoe ze Mauri over de streep riep tijdens zijn eerste profoverwinning. Een sterk voorjaar werd beloond met een plaatsje in Team Tokio. En op deze manier mocht onze gast 17 jaar na zijn vader ook naar de Olympische Spelen. Dit jaar werd je dan weer een van de Belgische smaakmakers en de favoriet van de Renaat Schotten in de Giro. Forza Mauri, welkom Mauri van Zevenand. Ja, dank u. Mauri, hoe gaat het eerst en vooral? Goed, hè. We hebben het seizoen kunnen afsluiten in schoonheid en nu zijn we volop in de rust. Dus we genieten van de dingen dat we anders geen tijd voor hebben. Ja, je zegt het in schoonheid. Uw laatste koers was de Ronde van Lombardije. Sterke 20e plaats. Ja, zeker. Ik voelde me wel goed de laatste dagen nog in Italië. En de tank was zeker nog niet leeg, dus ik hoopte dat ik wel een mooie prestatie kon leveren nog. En het is altijd leuk als je het seizoen met een goed gevoel kan afsluiten voor het volgende seizoen weer goed te beginnen. Ja, zeker en vast. Je neemt die moraal toch een beetje mee in de winter, hè, bij de wintervoorbereidingen. Gezegd, het is nu tijd voor wat dingen te doen. Die ik anders in het seizoen niet kan doen. Voor u, wat zijn die dingen dan zo? Goh, voor mij dat vooral een beetje bezig zijn op de boerderij. Een beetje de genieten van de kleine dingen. En vooral de rust. Omdat koers is heel hectisch, veel stress, veel druk. En dan ben ik blij dat ik zo 3 weken op een jaar even volledig tot rust kan komen. En dan niks moet denken en volledig resetten. Wat valt er nu zo nog te doen, Mauri, op de boerderij in oktober? Goh, moet eerlijk zijn, het is eigenlijk redelijk kalm. Alle gewassen zijn van het veld. Alles is winter klaargemaakt. Het is eigenlijk nog wat werk aan de schapen, omdat dat nu de periode is dat de lammetjes gemaakt worden. Ja. Dus dat ze dan in het voorjaar geboren worden. En voor de rest een beetje onderhoud aan de machines. En sowieso, er is altijd wel iets te doen. Dus we vullen wel onze dagen. Wat wordt er eigenlijk zo geteeld op boerderij van Zevenand? Wij telen aardappelen, spinazie, bonen, graszaad, haver. Een beetje afwisseling van alles, zodat we een beetje de risico's kunnen spreiden ook. Trek je dan ook even op uit in de winterstop? Of is de beste vakantie voor u toch even thuis blijven? Goh, voor mij persoonlijk zou ik liefst van al thuis blijven, omdat ik al 200 talen per jaar weg ben van huis en altijd op hotel. Kom je ook wel moe. Maar ja, natuurlijk, voor mijn vriendin is dat wel anders natuurlijk. Dus, maar we zullen er wel nog eens een weekje op uitgaan. Ah, je hebt nog geen concrete plan? Nee, eigenlijk niet. Ik vrees dat ik er dringend werk ga moeten maken. Of, het zal er niet meer gaan komen. Ja, je bent niet zo'n type voor een all-in in Gran Canaria? Nee, eigenlijk niet. Ik heb het altijd moeilijk als ik een verloren moment heb om daar gewoon te zitten. Ik heb graag altijd iets te doen. Ik kan niet stilzitten. Ik zou zeggen Kalpen, maar daar zijn ook al redelijk veel geweest. Ja, nee, zeker. Kalpen en Spanje en nog, nee. En zo tijdens, natuurlijk als coureur ontdekt je wel veel, ook wel in het buitenland, veel schoon plaatsjes. Wat zijn zo de dingen dat je al hebt ontdekt door daar te koersen, door daar op trainingstage te zijn?
Goh, hetgeen dat ik vooral ontdekt heb, is dat er heel veel schone plaatsen zijn. Maar dat ik toch altijd bij ben dat ik achter een bepaalde periode naar huis kom, omdat er altijd best van alles is in België of in onze streek. Ja, het zijn vele schone gebieden, maar toch, het is overal wel iets. Klopt. En je woont hier ook natuurlijk wel rustig in Vlaamse velden. Het is hier wel nog een redelijk vlakke buurt voor toch wel een klimmer, gelijk dat je zei. Vinden dan hier ook wel een goed trainingsparcours of is dat moeilijker? Goh, voor mij persoonlijk is het goed zo. Ik zeg niet dat het misschien optimaal is voor mijn carrière, omdat ik misschien wat meer bergop zou moeten rijden. Maar ja, we doen ook zoveel stages, zoveel koersen bergop, altijd bergop. En dan ben ik blij dat ik even thuis kan komen op het vlakke, langs het water heen. En ik kan je verzekeren dat je hier in de winter in Vlaamse velden zit, in het blote, like, of dat we zeggen, ja. Dat je wel kan vechten tegen de wind. Ja, en uiteindelijk is dat ook hoge wattages rijden als je tegen de wind moet vechten. Ja, en hoge wattages rijden op vlakke is nog heel anders dan hoge wattages rijden bergop. Ik herinner mij ooit Serge Pauwels, die zei dat hij zijn klimblokken langs de vaart deed en dat hem dat eigenlijk even goed vond of dat hij dat heel, heel goed kon voorbereiden. Maar het is niet dat jij dat dan ook doet, of? Ja, ik doe dat ook wel. Natuurlijk, het is niet zo simpel om ze te doen, maar ik vind dat ze veel zwaarder zijn als je ze op een vlak stuk moet doen dan als je aan het klimmen zit. Zet je ze automatisch in die hoge wattages en het is een heel andere ervaring. Je positie op de fiets is ook lichtjes anders, hè? Als je bergop rijdt ten opzichte van vlak rijden. Ja, sowieso. En ja, het is een andere manier. Je hebt een andere cadans, een andere overbrenging van kracht ook. Dus het is zeker niet slechter. En heb je zo trainingsmakkers in de geburen, of? Er zijn er wel een paar, maar niet zo heel veel. Ja, ik heb Tim de Klerk, die in principe niet ver woont, maar die een heel ander programma rijdt dan ik. Dus die eigenlijk praktisch nooit samen trainen. Maar meestal Cyril de Sal, Roeselare of Michiel Nuiten is Ardooi. Dat is al niet ver. Dat spreek ik wel eens af. Tim de Klerk is lijkt me ook wel redelijk zwaar als je daar een hele dag moet ja, naast rijden. Ja, als ik zo moet gaan trainen met Tim, ben ik gewoon kraak dat ik thuis ben. die wringt me de nek om. Ja, die is dat gewoon van uur en uur. Uren en uren, dan een gigantisch hoog tempo trainen, dus dat is... Ja. Nou, je zit daar in bij Quickstep echt wel met een West-Vlaamse enclave. Bert van Lerbergen, Tim de Klerk, Yves Lampaert. Stijn Steels. Ja, ik denk dat er van de 9 Belgen vorig jaar, dan er 6 West-Vlamingen zitten. Ja. Dus dat valt wel op. Denk je dat Patrick een speciale liefde heeft voor de West-Vlamingen, met hem zelf ook van... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij dat misschien niet expres doet, maar toch onderbewust. Dus de West-Vlamingen zo net iets meer sympathie soms. En ook, ja, ik had misschien zelf durven. We zijn wel iets anders qua eindesteltijd of de andere provincies soms. Ja. Maar ja, ik denk dat hij vooral kijkt naar de goede renners. Of dat nu een West-Vlaming is of niet. Maakt hem niet veel zorgen, maar dat is gewoon, ja. Zijn ook soms... al sneller misschien rechter voor de raap. Dat is wat Patrick ook wel apprecieert, denk ik. Ja, misschien wel. Het zijn soms die kleine dingen. En als hij een goede renner vindt in Antwerpen, zal hij hem ook zeker pakken. Dus ik denk dat gewoon... Of in soms... Schepdaal. Ja, zeker. voor hem, hij haalt ze desnoods van de andere kant van de wereld. Dus ja. dat is geen dilemma meer. Ja, want je bent wel een vrij populaire renner in Vlaanderen. Merk je dat zelf ook? Goh, niet echt, omdat dat een beetje gegroeid is van mij. Ik word wel af en toe herkend, maar ik kom altijd een beetje nuchter in zulke dingen. Misschien ben ik wel graag gezien omdat ik de persoon ben dat ik ben, dus ik weet het niet. Ja, dat denk ik ook wel, dat de mensen dat appreciëren. Maar ik vind dat in Vlaanderen ook wel meestal zo is, dat de wielrenners redelijk gewoon zijn en dat ze redelijk down-to-earth blijven. Maar in de wereld, hè? Ja, je hebt toch andere voorbeelden gehad, zeker in het verleden. Die wat extra verder waren. En, uit Amerika en zo. Uit Amerika of de Peter Sagan of zo was ook niet altijd... dat zijn mannen die show stelen, maar die zijn niet... Maar de jongens... Ja. Nochtans ook West-Vlaming, maar een heel andere instaat. Dus, ja. Maar dat is daarvoor niet slecht, maar ja, het is gewoon anders. Maar ik denk, ik weet gelijk zo Pogacar, Vingegaard zijn toch ook goed. Ik weet niet, kent jij die mannen persoonlijk? Ja, of, maar, ik moet eerlijk zeggen, Vingegaard minder, maar met Pogacar heb ik al een paar keer in de finale gezeten en ik vind het wel een redelijk sympathieke gast. Het is iemand die graag gezien is in het peloton en
je ziet al wel dat hij... Het is heel anders dan bij die andere kopman. De meeste kopman hebben zoiets van... niet te dicht komen rijden, en, maar hij totaal niet. Okay. Maar Pogacar bijvoorbeeld is ook een jaar ouder als u. Kent je die al van in de jeugdcategorieën? Of? Ik denk dat ik er nooit mee gekoerst heb bij de belofte. Denk ik dat hij al een niveautje hoger zat als ik eerstejaars belofte zat. En dan als tweedejaars belofte was hij al prof. Dus ik denk dat ik er nooit bij samen heb. Ja, en dan eigenlijk als we dan even terugkeren naar dit seizoen. Zijn je tevreden, Marie, van wat het seizoen gebracht heeft? Goh, uiteindelijk mag ik wel tevreden zijn. Het voorjaar was wat minder. Minder stabiel, minder conditie. Ook maar een beetje samenhang van alles. Er was veel blessuren in onze ploeg. Veel corona, veel zieken. Dan moet je dikwijls een keer inspringen in een koers dat je niet echt ligt. Dat is niet ideaal. En dan vanaf de zomer heb ik volledig na de Giro volledig kunnen resetten. En eigenlijk terug vanaf nul begonnen. En dan vanaf dan was de conditie wel goed en kon ik terug meekoersen op het hoogste niveau. Ja, denk, vind je zelf ook dat de Giro je mooiste prestatie is van dit seizoen? Goh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik vind het al enorm jammer dat ik daar de roze trui niet gepakt heb op Netna. Het was een gigantisch mooie kans voor mij. Maar ik kan mezelf niks verwijten, ik was gewoon niet sterk genoeg die dag. Kon beter de Giro. Ik had dikwijls het gevoel dat ik net ietsje tekort kwam om echt beslissend te zijn in de finale. En dat draag je wel mee. Maar ik denk sowieso wel echt sterke Giro gereden. Inderdaad, dan die rit naar de Etna. Waart je die dag ook gestart met het idee van... Het zou hier wel eens kunnen zijn dat als ik mee zit, dat de roze trui mogelijk is? Gewoon niet per se, maar ik weet... ik had vorig jaar... Of ja, wat waren zo de doelen op voorhand... De doelen sowieso, een ontsnapping voor ritten gaan. Klassement interesseerde me niet zo recht. Maar ik wist wel, ik had al heel het voorjaar erin met de Waalse klassiekers. Mm. Een heel andere voorbereiding op de meeste renners, die allemaal op hoogte geweest waren. Dus ik moest er gewoon van de eerste week al volle bak in vliegen, omdat ik normaal niet beter ging worden de laatste weken. Dus ik had niks te verliezen en gewoon volle bak koersen. En dan kom ik in een hele mooie situatie met een goed gevoel. En dan kom ik net tekort, ze was wel even een domper. Dat was een kopgroep met uiteindelijk Kemna de rit, denk ik. Ja. En die Pedro Lopez van Trek pakt roze. Roze, ja. Ja, ja. En wie was er nog mee? Sylvain Moniquet. En ik denk Van Wanty, die derde werd. Taramé. Ah, ja. En Taramé. Ja, de oude getrouwe, Rijn Taramé. Ja, ik denk dat hij ook mee was. Maar we waren met een groep van... Ja, normaal 15, denk ik. Serieuze groep, dus dat was wel ideaal. Maar je zei ook van, ik had al een zware voorjaar gereden met de Ardennen Klassiekers ook. Waar ook in Luik, naast de winst van Remco, zelf ook nog een mooie 23e plaats rijdt. Ik denk dat naast de 20e plek in Lombardij ook aantoont dat je in het eendagswerk... zeker in zulke lange monumenten sterk voor de dag kunt komen. Ja, het is vooral in die lange, zware koersen dat ik wel tot mijn recht kom. Maar sowieso, ja, Luik was in dienst van Remco. Was eigenlijk die 23e plaats, stelde voor mezelf niet veel voor. Ja. Maar het was... ik zat er gewoon in die groep nog, omdat ik nog op kop zat op La Redoute en meereed tot... Ja, want je trekt eigenlijk op... Jij maakt het tempo toch op kop, hè, ja, op La Redoute? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zit naast hem in mijn gedachten, omdat hij daar wegschiet, was ongelooflijk. Ik denk dat hij gewoon de sterkste was in koers die dag. Maar dat is een mooie herinnering en echt wel een kippenvel moment, omdat het voorjaar van de ploeg was zeker niet goed. En dan werd Remco Luik en is dat zo'n ontlading voor heel de ploeg. En bij wijze van spreken, heel het voorjaar was gered voor ons. Patrick zegt zelf ook altijd, we maken de rekening naar Luik. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat was eigenlijk de koers op de laatste kant. En iedereen wist dat wel, dat er bepaalde druk op zat. Maar dat werd eigenlijk zo weinig mogelijk op ons geprojecteerd. En zo zie je maar dat toch mogelijk is. Dat we zeker nooit afgeschreven zijn. En de Remco zijn demarrage zelf nog gezien? Of waren dan al net doorgeschoven? Ik zat nog op kop en hij demareerde al. En ik dacht, het is nog ver bij Remco. Maar hij is ongelooflijk. Okay, dat hij alleen op weg is, Remco. En, ja. Ik kan zijn eigen tempo rijden, is die moeilijk terug te halen. Ja. Hadden we al verwacht dat die Luik ging of kon winnen? Ja, verwacht...
ik denk dat je niks meer mag verschieten van Remco. Ja, maar toen had hij wel nog geen eendags klassieker. Nee, in Baskeland was hij al sterk, maar kwam hij nog net iets te kort. Dus dat was altijd nog afwachten. Natuurlijk, ja, ik verschiet er niks meer. Natuurlijk, man, er waren allemaal een goede hoop in dat hij de goede conditie te pakken had. Dus. Maar natuurlijk, ja, er moet maar één iemand sterker zijn die dag om niet te winnen. Hè. Wat denk je dat voor hem dit jaar toch wel zo de klik heeft gemaakt? Want zijn seizoen was toch wel echt meer dan subliem. Ja, ik denk dat hij vanaf Luik dat hij de klik gemaakt heeft. Wat heeft het verschil gemaakt voor hem dit seizoen ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar? Of het jaar daarvoor? Ja, ik denk dat hij gewoon een jaar sterker geworden is. En ook vorig jaar dat hij nog de gevolgen droeg van die val. Van in Lombardije van 2 jaar terug. Was een serieuze valpartij, niet onderschatten. Misschien een beetje te rap willen terugkomen. En er toch lang de gevolgen van gedreven. Hoe is het om met Remco in de ploeg te zitten? Goed. Remco is een hele toffe gast. Heel normaal eigenlijk. Gewoon zichzelf eigenlijk. Dat is nog liefst van alles dat we het zo hebben. Ik denk dat we van niemand echt in de ploeg slecht woord kunnen zijn. We komen allemaal redelijk goed overeen. Dus het is een toffe sfeer om zo te koersen. Maar ik denk dat er ook altijd wel, als je met Remco naar de koers gaat, dat er heel veel media-aandacht is voor de ploeg, voor Remco. Voel je dat soms in de ploeg? Dat er dan altijd wat hoge verwachtingen zijn? Bijvoorbeeld nu, oké, met de Vuelta heeft hij die ook ingelost, maar dat zal in de toekomst, als je naar een grote ronde gaat met Remco, gaat er al meer verwacht worden dat jullie voor de winst gaan? Ja, sowieso. Ik denk dat we vorig jaar ook al met Julien, ze hadden ook al met de wereldkampioen. Nu dit jaar met Remco. Er wordt altijd veel van ons verwacht. Er ligt altijd veel druk op onze schouders. Maar ik merk eigenlijk weinig verschil daarin. Binnen de ploeg wordt er wel alles aan gedaan om die druk zo laag mogelijk te houden. En ik zou ook zeggen dat je dat dan in... Komt dat een beetje gewoon ook. Ja, sterk seizoen gereden dit jaar. Zeker met de Giro. Maar ook op het einde van het seizoen. Voor Lombardije. Ronde van Slowakije. Ook sterk gereden, tweede in het eindklassement. Ja. Zijn rondetjes van 1 week voor volgend seizoen ook de dingen waar je meer naar uitkijkt om daar echt voor het eindklassement te gaan? Goh, ja, misschien wel, maar ik ben ook stilletjes aan te beseffen wat ik hoor in de ploeg. En ik heb nu mijn plaats gevonden en als ik mijn werk kan doen in Luik Bas naar Luik voor Remco, is dat eigenlijk een grotere beloning voor mij dan een 8e of een 9e plaats in een rondeke van een week rijden. Ik denk dat we daar meer voldoening uit halen als ploeg dan zoiets. Ja, dus denk je dan vooral dat je in de toekomst je op het knechtenwerk gaat focussen? Of... Ja, dat denk ik wel. Ik kan misschien wel een koers winnen. Ik heb dat ook al bewezen, maar ik kom... Meestal net iets te kort om beslissend te zijn. Net niet goed genoeg bergop voor te kunnen wegrijden. Of ja, net niet rap genoeg in de sprint. Maar ik heb een plaats gevonden. Ik ben content like, of dat nu is. Ik denk dat de ploeg ook content is van hetgeen dat ik doe. En je wordt geapprecieerd voor wat je doet. En dat is eigenlijk de grootste voldoening. En, maar bijvoorbeeld dit jaar waart je wel voor Vlaanderen wel een van de sterren van de Giro. Gelijk, Renate bracht u elke dag prominent in beeld. Hoe is dat juist gekomen eigenlijk? Goh, ik moet je eerlijk zeggen, als ik in de Giro zelf zat, dacht ik dat er heel weinig mensen dat volgden van Renate. Ja. Maar toen dat ik thuis kwam, wist ik zelfs niet dat het opnieuw was iedere dag. Ja. En hij zei ongelooflijk hoeveel mensen dat gevolgd hebben. En daar ben ik wel van verschoten. Dat ik dacht, toch meer mensen die naar me luisteren dan ik dacht. De dagelijkse rubriek van Forza Mori. Ik weet nog dat ze een compilatie gemaakt hadden met al de rare uitspraken dat ik gedaan had. Dat vond ik wel mooi om te herbekijken. Van Sporza of... Ja, ik denk van Sporza zelf. Het zou nog materiaal kunnen zijn voor WTC. WTC moet er zijn op je thuis. Zaten er zeker een paar goede tussen. Ja, dat denk ik ook wel. Heb je er al, Mari, op WTC moeten we zijn nog niet thuis? Zijn er al memes over u gemaakt? Goh, ik weet het niet. Denk het Ik denk het wel. Ook een keer met dat Waalse pijl. Toen daar een keer in de struiken, uit de struiken kwam of zo, was er ook een keer iets... Het is al een eentje geleden al. Het is misschien wel al eentje gepasseerd, maar ik vind het altijd lachen dat er eentje voorbij komt. Ja, die West-Vlaamse enclave, die is ook supporter ervan, want ik zie heel veel Lampaard en Van Lerbergen erop taggen. Denk je, zit er iemand van de
West-Vlamingen van Quickstep, zitten zij erachter, Mari? Ik weet het niet. Ik niemand weet het eigenlijk. Hè? Het is niemand die weet wie dat, dat doet, hè? Nee. Ik weet het ook niet. ik vraag mij dringend af wanneer ze eens een keer gaan ontmaskeren. Inderdaad. Dat mag een beetje mysterieus zijn. Dus, ja, eigenlijk blijft het plezant zo. Hè. Voilà. Dat is zo. Als we misschien even teruggaan naar de jeugd. Het begin. Mari, van wanneer is die koersmicrobe bij u begonnen? Goh, ik denk dat koers van laatste jaar als aspirant. Maar dat was geen luxe. Ik begon te fietsen en ik was eigenlijk... zeker niet de beste. Ik was dikwijls verlost. Ik was ver achter, nooit geen uitslagen. Reken bij de aspirantjes nog. En vanaf de nieuweling is ik ben beter. Toen dat ik met mijn velo naar school moest. Vanaf dan begon ik eigenlijk echt te trainen zonder dat ik het besefte. En heb ik er ook meer en meer plezier in gekregen. En, moest je ver met je fiets naar school? Vanaf toen moest ik van Natoro naar school. Dat was toen, als we nog in Eernem woonde, was dat 12 kilometer enkel. Okay. En bij de belofte ging ik naar Brugge naar school. Dat was er al 20 kilometer op en af. Dus, met een stadsfiets of? Ja, met een gewone staal fiets. Met de boekentas erop, door regen en wind. En ik moet zeggen, ik had al iedere week 200 kilometer extra. Dat telde wel goed mee. Ja, op een fiets dat niet bolt. Ja, allee, ja. Op een fiets dat niet bolt met een zware boekentas achter. Dat was soms wel een keer vloek, maar ik onderweg was dat ik zei, godverm, had ik niet beter met een trein of met een bus gekomen, maar toch. Ik had er altijd mijn plezier in en plukte er ook wel de resultaten van. Bij de belofte kwam ik meer en meer uitslagen rijden en voelde ik wel dat er excess had. Ja, dus is dat dan misschien de prote ik en Ben op elkaar ingespeeld. Hè. De prote van deze week met de fiets naar school gaan. Als we een prof hebben, vragen we altijd van... Geef een keer één tip waar je beter van kunt worden voor jonge luisteraars of voor toeristen. En eigenlijk is uw tip dan, pak de fiets. Vele kleine beetjes maken. Ja, zeker. Voor mij heeft dat echt wel de doorslag gegeven, omdat ik anders nooit genoeg kilometers ging kunnen maken op mijn koersfiets buiten de lesuren. Dus dat was onmogelijk. En nu doe ik dat ook nog. Ikzelf heb ik geen auto. En de verleiding om die auto te nemen is dan veel minder groot. En als ik hier iets nodig heb, ga ik nog rap de fiets pakken. Niet altijd de koersfilo, soms de gewone fiets ook. En met mijn gewone kleren dan en op het gemak. En ik geniet daar ook wel van. En ik zeg niet dat het ideale training is, maar je bent toch in beweging. En dus kan zeker geen kwaad. Joe, ik weet waar dat mijn profcarrière gefnuikt is. Ik ging ook met de fiets naar school, maar het was maar 3 kilometer. Ja. Een verdere school zoeken, jong. Ja, ik had mijn ouder hadden verder moeten wonen. We hebben ook inside information gehad. Dat hij ook nog soms ging leveringen gaan doen aan huis met de fiets. Aardappelen ging rondbrengen. Ja, ik heb nog aardappelen rond te voeren, ook met mijn velo. Ik heb nog naar Nieuwpoort geweest. Ik heb het ook maar 1 keer gedaan. Ik had me daar nog redelijk aan mispakt, eigenlijk. Van hier naar Nieuwpoort, wat is dat? Kilometer of 30? Ja, 30 kilometer met 20 kilo patatten van achter. Dat was wel... dat was wel te wegen. Ja. Ik had bij Michel mijn eerste jaar mijn fiets gekocht. Michel Pontier, ja. En ik ging die velo gaan betalen. Ik had nog 20 kilo patat mee ook, om al een deel van mijn velo terug te vorderen. Dus ja. Maar dat is wel een ding die bijblijft. Dat was wel tof. Ja, dat zal Michel ook wel bijblijven, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat er nog nooit een coureur is geweest met zijn fiets en dan nog een keer 20 kilo patat nog voor zijn rijk in zijn fiets. Ja, ik moest er niet te veel van links naar rechts doen met mijn velo of ik lag om. De lijzerbin. Ja, ik moest gewoon recht schoon blijven zitten op mijn fiets en concentreren. Of ging niet goed om. Geniaal. Oh, geniaal. Maar inderdaad, dus mag je dit wel als crosser het wel begonnen, hè? Ik zie behoefte als crosser. Ik denk dat ik gecrossed heb tot laatste jaar senior. Ik ben nooit geen belofte geweest, omdat ik toen al door had dat de cross eigenlijk niet ging werken voor mij in de cross. Ik was niet explosief genoeg, ik kwam altijd wat tekort en ik zei, ik ga niet overal naar de beloften, omdat de beloften samen met de prof staan. Ik zei, voor mij een verloren zaak. Ik zei, vanaf nu ga ik alles op de weg zetten. En dat is wel mijn redding geweest om dan alles op de weg te zetten, anders was ik nooit geen prof geworden. Ja, je zei bij een nieuweling, eigenlijk, je zei het vanaf toen ging het beter. Daar heb je
eerste goede wegprestatie was denk ik in Orwaar, een tweede plek, na Ponsaert. Ja, 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 ja. Toen wel bij de nieuwelingen heel sterk, ja. En Orwaar was wel altijd een waardemeter. Hè? Ja, Orwaar, dat was de, al in... De kermiskoers die eigenlijk bijna een interclub was. Ja, dat was al een... In die periode was dat al een zware koers eigenlijk. Hè? Ja. Ik denk dat je dan de laatste drie toeren iedere keer de Kluisberg omhoog moest. Dus, klopt. Altijd een sterk deelnemersveld. Dan. Ja, 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 zeker. En dan, vanaf dan is ook wel mijn besef gekomen dat ik het bergop moest zoeken voor mij. Zeker vanaf, ik heb dan Herbemont gereden ook. Een paar jaar later en reed ik ook al top 10. En dan besefte ik meer en meer, ik moet bergop zoeken van... De kermiskoersen op het vlakke waren niks voor mij. Dat is wel natuurlijk tegenovergestelde van uw vader. Want uw vader was toch meer voor het vlakke, voor de klassiekers. Ja. Wat denkt u dat daar een... hoe dat toch kan verschillen? Ja, ik denk dat mijn vader gewoon van nature ietsje zwaarder was. Dus dan kom je sowieso al net ietsje meer in die klassiekere koersen. Hoe komt dat soms? Lichaamsbouw... fysieke eigenschappen, soms is dat ook een beetje hetgeen dat je het liefst doet, is een beetje aanleg ervoor ook, Heb jij eigenlijk veel meegekregen van de profcarrière van je vader? Heb je dat beseft zelf? Of? Ik heb dat nog beseft, maar ik heb er niet veel van meegekregen. Ik weet nog dat ik voornamelijk opgegroeid ben op de boerderij van mijn grootouders. Mijn vader was niet veel thuis, mijn moeder werd 6 van de 7 dagen. Dus... ik woonde praktisch daar, dus ik heb alles wel meegemaakt, maar koers interesseerde me totaal niet dan. Ik keek niet graag naar tv, koers zei me niks. Maar vanaf dat dit al wel gestopt is, heb ik meer en meer interesse gekregen in de koers en ben ik dan uiteindelijk zelf begonnen. En welke raad heb je dan zo meegekregen van je pa? Goh, raad... het enige dat hij altijd zei tegen mij, een beetje minder trein, je kunt dan een beetje meer afzien in koers. En toen denk je zo 2 keer na, oké, een beetje meer trein. Dat kan nog niet door. Mijn vader is altijd geen nuchter geweest daarin, omdat hij ook wel beseft dat heel moeilijk is om prof te worden. En zelfs als je prof bent, is het nog moeilijker om prof te blijven, dus... Die heeft me altijd wel ondersteund en met er altijd en daad bij gestaan, maar ik moest toch mijn plan trekken. Ik kwam dan bij de junioren, heb je gewonnen in Sterren van Zuid-Limburg. Ja. Dat is ook wel een van de... Die slotrit was toch ook wel bergop, hè, als ik me herinner? Ja, dat was nou wel een deel over de Waalse grens, hè? Dat was in Borloo, denk ik. Start en aankomst in Borloo, maar die rit ging zelf wel over de Waalse grens. Ja, ik denk dat weet ik niet, dat kan wel. Ik weet dat achter de finish is er altijd de... Ja. Een stukje omhoog. En daar ben ik dan gedemarreerd. Nog een tour solo erin. Maar dat is vooral de doorslag geweest voor mij. Voor binnen de nationale ploeg te geraken. Met Carlo. En vanaf dan voort zat ik eigenlijk altijd in de nationale ploeg. Kost je heel andere koersen rijden ook. Ook altijd bergop. En reek ook wel uitslaan. En van het ene komt het andere. Kom je in beeld van mooiere belofteploegen. En ben je vertrokken bij de beloftecategorie. Ja, want dan bij de beloften heb je sterk gereden echt in die klimwedstrijden. In 2018 al de witte trui genomen in Aosta. En 10e in het algemeen klassement. En het jaar erop, dat weten we allemaal, dan hebben we de winst gepakt in Aosta. De prachtige, de gele trui is hier ook mooi ingekaderd. Ja, ja, ja. Ja. Voor mij is dat altijd een hele mooie herinnering, omdat ik... Ik had nooit vergeten dat we de overwinning pakken met de ploeg. Dat was eigenlijk, voor een ploeg als EFC was dat de hotste schenk. Ik zie Wim Feijs nog altijd in tranen voor dat podium staan, omdat dat zo'n emotionele ontlading was. Dat was 36 jaar geleden dat er nog een Belg won, dus het was wel redelijk uniek. En ik besefte dat nog niet, dat moment, maar ik heb er wel een hele mooie herinnering aan. Ja, klopt. Dat, is ook, dat was dan ook echt groot in de media in Vlaanderen. Want ik weet nog dat op Sportweekend, vanaf toen was uw naam wel echt meer bekend binnen de wielerwereld. Ja, en Aosta is ook al zo'n koers die heel hoog aangeschreven staat. Tuurlijk. Zoals de Baby Giro, Tour de l'Avenir, is echt wel een waardemeting van de belofte koersen. En je kan je daar niet wegsteken. Het is iedereen voor zich. Heel zware koersen, dus...
Je bevestigt dan ook met de Ronde van de Toekomst. Ja. Waar je ook top 5 reed. Hè. Of ja, 6 in de Ronde van de Toekomst, 5 in de Vredeskoers. Ja, dat is Ja, zeker. En ook omdat je vanaf dat moraal krijgt. Ze krijgen meer zelfvertrouwen. Je weet wat je waard bent. Je weet wat je kan. En je zit in een zodanige flow dat je echt wel meer kan of dat je anders zou kunnen. En dat zijn zo van die uitzonderlijke jaren dat je er maar een paar van hebt. En dat gaat alles precies vanzelf. Ja, als je kijkt in die koersen die je net opnoemt, waar je top 10 in rijdt, ja, denk dat 80% van die top 10 profrenners worden en ook heel goeie. Want ja, dat jij in de Ronde van de Toekomst reed en zesde werd, was Vos, de latere eindwinnaar. Ja. Nu de huidige wereldkampioen tijdrijden bij de profs. Misschien wel een verrassende naam, maar ook iemand waar je altijd rekening mee moet houden. Hè? Ja, misschien voor het brede publiek is dat een verrassende naam, maar voor ons totaal niet meer. Hè. Ja, ik denk dat er van die top 10 dat ze bijna allemaal prof geworden zijn in Tour de l'Avenir. En allemaal goede coureurs geworden ook. Dus ja, dat zijn van die koersen op zodanig hoog niveau. En ik denk dat het niveau bij de belofte alleen maar gestegen is de laatste jaren. Zeker met corona. Alles is veel professioneler geworden. Veel meer opleidingsploegen ook. Van Jumbo, van DSM. Van Quickstep nu ook. Ja, van Quickstep ook. Dus het niveau is nog zoveel gestegen. Dus het is zeker niet meer gemakkelijk geworden. Is dat dan ook de reden voor u dat nu echt de jonge gasten aan de macht zijn in het huidige prof wielrennen? Ja, zeker. Zeker. Ze leven praktisch hetzelfde als een prof. Ze gaan ook op hoogtestages. De meesten gaan ook al niet meer naar het schoolleven vol die koers. Ze komen direct wel op een goed niveau binnen, maar niemand weet wat de progressiemarge nog is van die gasten. Het wordt ook, ja, hoe langer hoe meer, moeilijker te combineren met studies. Jij hebt dat wel gedaan. Jij hebt bachelor elektromechanica gestudeerd. Hoe was die combinatie voor u? Goh, ik moet eerlijk zijn, die 3 jaar hogeschool waren voor mij perfect, omdat de laatste 2 jaar middelbaar waren moeilijker, omdat ik verplichte lessen had. Het was altijd van 8 tot 4, of de maandag en dinsdag nog tot 5 uur les. Maar in het hoger ben je vrij. Als ik de ene dag geen lessen had, of maar tot de middag les, ik kon veel meer mijn dagen plannen, of ging naar huis wanneer dat ik zag dat het niet meer de moeite was. Ik was er wel altijd door, maar ja, ik was gewoon direct naar huis en gaan trainen dat het nog mogelijk was. En wat deed je dan juist in het middelbaar? In de stille wetenschap heb ik dat gedaan. Het was een zware richting, maar ja, je zit gebonden aan die uren en je komt dan thuis om 5 uur, 5:30 soms, moet je dan nog gaan trainen. Maar had al 24 kilometer getraind. Hè? Ja, maar ja, dat was nog niet echt voldoende. Zeker al bij de juniors kom je toch ook al tegen gasten die sportschool deden, dan wel een extra groot voordeel. En ja, klopt. Het is een beetje moeilijk, maar ik denk dat er wat wel is ze weg. En natuurlijk ook een topsportstatuut gehad, of niet? Ik had een topsportstatuut in het hogeschool, maar ik heb er niet zoveel gebruik van gemaakt. Ik moet wel eerlijk zeggen, de leerkrachten die ik toen had, waren redelijk into koers. Dus het was wel gemakkelijk om af en toe iets te regelen. Maar tenslotte moet je ook alle taken maken, moet je alle examens afleggen. En, maar je hebt wel, dus eigenlijk over je 3 jaar gedaan. Ja, ik heb er niet langer over gedaan of nodig. Kijk, we zitten elke week bij een slimme coureur. Vorige week Alex Segaert, burgerlijk ingenieur. Ja, nu... ja, zeker. Een hele slimme gast hadden. En nog veel groter talent dan ik, dus maar, zeker niet simpel. Niet zo bescheiden, Mari. Ja, hetgeen dat TM kan, heb ik toch nog niet gekund, hoor. Ja, pas op. Want je zei like, op zich ook wel, je eerste jaar bij de profs was niet dat je onopgemerkt bent voorbijgegaan. Nee, zeker niet. Ik heb dan een gigantisch sterke koers erin in de Waalse Pijl. Ja, vertel eens even. Dus je zat mee in de vroege vlucht. Ja, de vroege vlucht met de 4 renners. Aaron van Poeken, Matthijs Paas. Er zijn toen nog een renner van Total. Ik voelde direct wel dat ik goede benen had, dat ik ver kon komen. En dat was zo nog in de coronajaar dat er niet in iedere ploeg voltallen was. Niet echt de kopman. Dus was af en toe wel wat vertwijfeling in het peloton wie dat er ging het werk opknappen. En we komen op 90 kilometer van de finish. Ik denk dat we nog 9 minuten hadden. En ik dacht aan mezelf, ik zei, ja, dat is hier in de Chacos. Ik zei, ik heb ze allemaal in het zak gezet. En dan denk ik, ja, ik zei, nu is het voor de overwinningen dat we gaan. En dan kom ik heel ver. En
Ik weet nog afstand niet wat ik zou gestrand zijn, moest ik niet gevallen hebben, maar het zijn geen knieven. Dus je viel op een kilometer of 4? Ja, zoiets. Toen waren je solo, hè? Toch? Toen waren ik nog solo, en ja. En gaat toen een secondje of 20? Ja, zoiets. Ja. Zoiets, maar ja, sowieso, de muur van Hoei moest ik nog een keer over, dus... Zat er nog veel in een tank? Ik moet zeggen, ik zat zodanig aan blok dat zwart voor mijn ogen werd, dat ik gewoon die bocht niet meer kon inschatten. En, maar ja, iedereen zit op de limiet dan. Ik weet niet of, ik denk niet dat ik het zo haalde, maar het ging wel spannend geweest zijn tot op de laatste meters. Ik vond dat wel zot, hoe snel je terug op je fiets zat, na de dat was, ik weet nog alsnog niet hoe ik het gedaan heb, maar dat was precies of dat ik daar geen 3 seconden geleden had. ik zat direct weer op die fiets, direct weer weg en verschot er eigenlijk van dat het peloton er nog niet was, voordat ik terug op de fiets zat. Ja, dus het was op de muur zelf dat ze u ingerekend hebben. Ja, ik denk net het rondpuntje ervoor, voordat je aan de muur start. Dus ja. Ja. Uiteindelijk, Hirschje zeker? Hirschje wint, ja. Klopt. Maar wel, die vallen is het wel, bleef wel in mijn geheugenschrift staan. En zeker die foto's er nog van. Anders, hey. Je 10e koers als pro of zo waarschijnlijk. Ja. Was dat toen ook ja, Waalspeil, wat was dat, eind oktober? Ja, eind oktober, ja. Ja. Ja, dat was voor veel mensen wel... van wat komt die nu? En een aangename kennismaking, denk ik. Maar ja, natuurlijk, als je met een Quickstep trui rond je schouders rijdt, dan weten we wel dat je geen pannenkoek bent. Ja, toch niet. Maar de meeste renners in het peloton wisten niet wie dat ik was. Dus ze dachten, die stagiair daarvan voor, we gaan hem wel laten doen. Die komt wel vanzelf terug en... Zo zie je maar dat je toch niemand mag onderschatten. Je reed dus toen een paar maanden voor Quickstep, want je in de juni 2020 zijn je dan prof geworden. En van waar dan die keuze voor Quickstep? Want er waren toch veel ploegen eigenlijk die toch zijn langsgekomen, als ik het goed begrepen had. Ja, voor mij was dat eigenlijk geen gemakkelijke keuze. Maar ik heb mijn gevoel gevolgd daarin. Quickstep is altijd al een ploeg geweest die met veel jonge renners goed werk geleverd heeft. Ook de servicekoers is heel dicht. Veel mechaniekers, wailleurs, dat ken al van vroeger. Dus de stap naar het prof zijn was maar een kleine stap voor mij dan. En dat is zeker een voordeel geweest. Je komt in een vertrouwde sfeer, je bent direct meegenomen in de groep. Het is met plezier dat je naar de koersen gaat en dat is het voornaamste. Ja, ik kan me voorstellen, als je zei daarnet in het begin in de intro dat je graag thuis bent, dat ook wel... Dat je dan ook een ploeg wilt die Vlaams is, die wat, dezelfde cultuur toch een beetje. Ik begrijp dat je daar die keuze maakt voor Quickstep. Ja, als ik naar de ploeg ga, is dat net als familie. Hè. Dat voelt een beetje als thuiskomen. Je kent iedereen ook. Het personeel is al jaren hetzelfde. Heel weinig verloop van personeel. Dus dat is wel... als je met een probleem zit, je kan daarmee altijd terecht ook. Dat is wel heel tof zo. Uw vader heeft dan heel lang voor Lotto gereden. Was er daar geen interesse op? Goh, van die kant moet ik eerlijk zijn, is er heel weinig interesse gekomen. Was wel, hoe zou ik het gaan zeggen, het was wel wat onthoogeling daarin, omdat mijn vader zo lang voor die ploeg gereden heeft en dat er dan heel weinig interesse was. Ik denk dat ze liever met hun eigen renners uit hun eigen belofteploeg verder werd dan mee te nemen. Ja. Ja, op zich zijn we ongelijk gekregen, denk ik. Hè. Ja. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik heb geen wraakgevoelens of ja, niks. Nee, ik heb er geen spijt van de beslissing dat ik toen genomen heb. Dus, Nee, ik denk dat de juiste beslissing om naar Quickstep te gaan. Hè. Ja, als je bij Quickstep kunt tekenen... Dan inderdaad. En dan ook het jaar erop. Dus eigenlijk geëindigd dat seizoen met een goed gevoel, Waalse Pijl. Het jaar erop weer meteen goed. Ja. Hij rijdt daar derde in La Guelia, denk ik Mollema-wint. Ja, Mollema-wint. Maar dan een paar dagen later, omgekeerd. Ja. Jij wint Industria ja, voor Mollema. Voor Mollema. Zo goed. Allee, het viel ook in dit jaar op. Jij bent altijd wel heel goed vroeg in het seizoen, hè? Ja, misschien wel. En maar dat is ook anders. We gaan veel op stage met een goede voorbereiding in het warme weer. En ik ben direct wel goed vertrokken in het voorjaar... Dat dat wel een voordeel is ook om direct die schwung te vinden en op dat elan verder te gaan. Misschien ook wel goed voor een keer de andere, het volledige top 4 te geven. 1 Mauri, 2 Mollema, 3 Landa en 4 Quintana. Ja. Ja, dat zijn toch wel...
Klokken van namen. Ik weet nog dat ik de top 10 zag, dacht echt, oef. Die mannen dachten ook, we zijn mijn stagiair knapot. Ja. Ik zou ze niet graag allemaal betalen, die eerste 10, want het waren allemaal dure vogels. Dat is trouwens die koers waar uw zus en ook uw vader het tak ging, zeker? Ja. De befaamde beelden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat filmpje ook direct na de koers gezien en ik vond het machtig om te zien. Ik zei, ja, ik zei het niet te geloven dat ze dat weer gefilmd hebben, maar ja, het is eigenlijk viraal gegaan. Iedereen heeft dat denk ik gezien. En, er werden met pantoffels gesmeten. Ook, die emoties waren zo puur, dat was fantastisch om te zien. Ja, dat is wel een wielergezin zeker. De koers heeft er altijd in gezeten dan. Ja, de koers zit hier wel hard en nieren. Dat is wel altijd leuk als je ziet dat de familie zo thuis supportert voor je. Dat is ook wel meeleven met je. Dat is wel aangenaam. Komen ze vaak ook mee naar de koers? Goh, dat valt goed mee. Het probleem is dat ik meestal in het buitenland koers. Ver weg, grote verplaatsing. Dus dat is gewoon niet mogelijk om altijd mee te gaan. Maar ze gaan geen enkele wedstrijd op tv missen. Over geen enkele wedstrijd missen. Je zei dan ook natuurlijk... naar Tokio geweest, vorig jaar. Dat was echt letterlijk de andere kant van de wereld. Hoe was die ervaring om als zo'n jonge kerel al direct op de Olympische Spelen te staan? God, dat was fantastisch. Hé. Dat is een evenement die boven de sport uitstijgt. Om alleen al te mogen gaan naar de Olympische Spelen is al fantastisch. Het zijn tenslotte maar 5 renners die mochten gaan. Dus je moet al goede papieren hebben om je plaatsje waar te zijn. En omdat er nog een goede koers te rijden ook. Dat zijn dingen die me gaan blijven voor de rest van mijn leven. De kans dat ik nog een keer op een Olympische Spelen raak is heel klein. Dus ik heb er wel van genoten. En waart je dat dan ook al vroeg op voorhand? Voor die jetlag met Tokio en zo? Goh, ik denk dat ik daar 10 dagen op voorhand was, ja. Want was dat dan Remco die nog eerder naar daar was gegaan? Ja, ik denk dat Remco nog 4 dagen vroeger of ik was, ja. En vanaf wanneer wist je juist van, ik mag naar de Spelen of ik moet me daarvoor gaan voorbereiden? Ik wist het achter Luik Bas na een Luik van dat jaar. Okay. Dus ik wist het wel al een eentje van vooraf, maar dat was goed ook, omdat je moet je 120% voorbereiden op zo'n koers. Hè. Je mag maar 1 kans, je mag niks aan het lot overlaten. En ik denk dat we dat wel goed gedaan hebben. Ja, het was eigenlijk net niet voor Wout van Aert. Ik denk dat Wout de sterkste man in koers was, maar dat iedereen gewoon keek naar hem en dat hij anders wel wint. Ja, dat denk ik ook. En heb je dan veel kunnen meepikken ook van de andere Olympische sporten? Goh, eigenlijk zat me met de wegrit op 1 uur en half van Tokio. Dus hebben we eigenlijk niet veel gezien van het Olympisch dorp. Nadien zijn we dat wel nog geweest, omdat pas 2 dagen later de vlucht dan. En dat kan je dan niet voorstellen hoe gigantisch groot dat is. Je zit daar eigenlijk effectief een dorp, allemaal nieuwe appartementen bouwen. Op een soort eiland zaten we in het centrum van Tokio, volledig afgescheiden van de buitenwereld, omdat het ook nog COVID was. En er is daar alles, hè. Er is daar een gigantisch groot restaurant. Het zijn dat duizenden atleten die daar over straat lopen, met busjes rondgevoerd worden. Dat is gewoon een gigantisch groot evenement. Ik kan je dat met niks anders vergelijken. En dan, Ben, zegt jij maar eerst. En dan ook een paar sportwedstrijden meegepikt? Of? Dat niet. Jammer genoeg niet, omdat er hele strikte regels waren voor COVID. Mochten geen supporters aanwezig zijn, dus... Eigenlijk van de andere sporten weinig gezien, maar wel veel Belgische atleten tegenkomen. Van de hockey's tot de basket. Het was wel heel aangenaam om al die sportmannen en sportvrouwen op één plaats te zien. En dan een paar dagen later was het dan tijdrit. Waarde jij daar toen of niet? Nee, wij waren dan naar huis staan. Want toen was dat voor Remco en Wout denk ik een licht ontgoocheling. Omdat die mannen toch wel al iets te lang van huis waren. Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk, ja, het is moeilijk als je zo voor die vorm te houden, als je de Tour al gedaan hebt, toen nog die wegrit. Het is moeilijk om die concentratie te houden. En ik denk ook dat Roglic 200% op die tijdrit gefocust heeft. En dan zie je wel dat hij dat afmaakt ook. De koers is niet direct een sport waarin dat de Olympische Spelen gezien worden als het grootste van... Als grootste van de kalender. Sommige renners wel, afhankelijk van welk land dan ze soms zijn. Maar ik denk een keer dat je daar zelf bent geweest.
waar zet je dat ten opzichte van WK, Tour de France, zo een Olympische Spelen meemaken? Is dat toch echt unieker of? Ik denk dat toch zeker dat een Olympische Spelen even hoog aangeschreven is of een Tour de France. Ja. Zeker omdat dat maar om de 4 jaar georganiseerd wordt. Ja, het is iets unieks, iets speciaals. Maar voor ons als renner was het een andere beleving. Omdat de week erachter hebben wij terug een wedstrijd. Maar voor de meeste atleten stopt het achter de Olympische Spelen. Zij waren 4 jaar naar 1 wedstrijd toe. En dan had de riem eraf, of stoppen ze, of doen ze iets anders. En bij ons is dat een heel andere ervaring. Het was ook 17 jaar na uw vader. Was dat iets speciaals voor hem ook? Of? Goh ja, toch. Het is toch speciaal dat je ziet dat er vader en zoon 2 keer de Olympische Spelen doet. Gebeurt niet zoveel. En ook omdat we dat niet verwacht hadden eigenlijk, omdat dat zo vroeg al viel. Maar eigenlijk geluk spreken dat corona er was. Of de Olympische Spelen werden een jaar vroeger georganiseerd. Was ik zeker geen kandidaat. Dus ja, zo zie je maar hoe dat loopt soms in het leven. Hè. En ook ja, jij hebt een klein aandeel in de medaille van Wout. Hij heeft ook een klein aandeel in de medaille van Axel Merckx. Ja, ja, ons leven loopt redelijk gelijk, mag ik zeggen. Dat is inderdaad wel sowieso bijzonder als je vader en zoon allebei naar de Olympische Spelen. Ik weet niet. Wil je dat er nog in andere... Ja, dat er nog in veel andere families voorvalt? Zou wellicht nogal iets zeker, voorval zijn. Zeker, ja. Maar kan mij in het wielrennen op zich, denk ik nog niet zo heel veel. En ik kan me op zich... Merckx. Axel Merckx en Eddy Merckx. Ja. Maar dat is nog van een heel ander niveau als de Van Zevenhans. Bah. Zijn altijd ze bescheiden. Ja, tuurlijk, dat is normaal ook. Ik bedoel... Uw vader was toch super populair ook in peloton voor... Ja, tuurlijk. Mensen als Peter van Petegem of Robin Kuhn of Leij Vos of zo spreken toch met veel bewondering toch ook... Tuurlijk. Voor uw pa, hè. Hoe kijkt uw vader naar de huidige tijd van het koersen? Hoe dat er nu wordt met die marginal gains, met die details, met die... Overal wordt opgezeten van... Leerde jij hem nu dingen? Nee. Moet eerlijk zijn, hij is nog een van de oude stempel. En die nieuwe dingen zijn niet echt aan hem besteed. Maar ja, natuurlijk, de koers op zich is niet veranderd. Koersen met je hoofd en met je been. Maar het is alles de ronde. Qua training is er heel veel veranderd. En dat trekt hij hem niet meer aan. Het is een andere manier. Ik weet niet of hij hem nog zo kunnen aanpassen eraan. Het is veel professioneler geworden, veel serieuzer. Mentaal is het veel moeilijker om te draaien. Maar ja, je rolt er ook in. Ik ben erin gerold. Ik heb er vrede mee. En hopelijk kan ik ook een even lange carrière maken. Ja, ik denk dat inderdaad in de tijd van uw vader meer dat er nog wat meer kon. Dat er bijvoorbeeld in de winter ook nog niet direct teten ging afgewogen worden. Van Peter hem zijn. Wij dronken na de Ronde van Vlaanderen 10 punten. Nee. Dat was Matan. Met Van Peter. Met Van Peter. Maar ja, het is natuurlijk die klassieke mannen. Ja, maar ik denk dat nu misschien wel nog gebeurt, maar veel mindere mate. De groepsfeer is een niet onderschattend factor in de koers, omdat je wel al wint en verliest als ploeg. En het zijn dus ook een moment dat je de ploeg maakt, is in de sfeer en ambiance en voor elkaar door het vuur te gaan. Ja, ik heb gehoord dat bij Quickstep ook, dat ook een beetje het geheim is, dat ze... Eigenlijk elk jaar op stage in december, hè, we hebben Ilan van Wilder te gast gehad, dat hij zei van, we doen er altijd een teambuilding en dat maakt de ploeg echt één blok. Ik weet nog, in december is er altijd doop bij ons en ik denk dat er nog een van de weinige ploegen zijn die dat doen, maar dat is wel onvergetelijk voor de gasten die het meegemaakt hebben. En als je zo half in het seizoen in zak en as zit, denk je daar nog een keer aan terug en dan heb je daar weer terug plezier in. Dat zijn zo van die kleine dingen die het verschil maken en dat je voor elkaar door het vuur kunt gaan. En dat zorgt waarschijnlijk ook voor gespreksonderwerp. Ja, dat komt vaak terug waarschijnlijk als je aan tafel zit. Een band en iedereen heeft dat meegemaakt, datzelfde ritueel en weet wat het is. En we hadden gehoord dat Ilio Keijsen een van de doopmeesters was, maar Ilio gaat nu op pensioen. Wie gaat nu de fakkel overnemen? Goh, meestal zijn dat een beetje de anciens die dat overpakken. Ik denk nu... Wie wordt het dan volgend jaar? Een Dries Deveneens zal ons wel een goede baan rijden. Blijft. Lampie misschien. Lampie misschien ook wel, ja. Blijft Dries Deveneens bij de ploeg? Ja, Dries. Ah, dat is al officieel.
Ja, maar ja, Ilio stopt als renner, maar blijft... Hij blijft ploegleider. Ja. Maar ja, toch, dus maar de doop is... perfect nog de doop doen, hè. Maar is dat nog... Ah, dat is met ploegleiding. Dat is normaal niet, de... niet. Ah, wel, het is dat ik denk, ja. Ja. Maar ja, iedereen die nu in de ploeg zit, is Ilio een renner nog, hè. Hij voelt nog als renner, hè. En in principe staat hij nog onder contract tot januari als renner. Dus mag hij eigenlijk nog een doop doen, ook. Heb je vaak met Ilio gekoerst? Nee, heel weinig eigenlijk. We zitten ook in een heel ander programma. Hè. Jullie doen meestal de Vlaamse koersen, Vlaamse werk. Af en toe maar. En ga je dan volgend jaar meer als ploegleider hebben dan? Of gaat dat hij denk ook... ik wel. Ik denk dat ik hem meer als ploegleider ga hebben. Want ik ga waarschijnlijk niet direct al die Vlaamse koersen doen, Jullie. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat hij zeker wel een paar Italiaanse koersen zal doen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit zo in een... In een ploeg, dat die, het zijn een beetje altijd dezelfde renners. Julian, Dries, Remco, Seri. Het zijn een beetje altijd dezelfde gasten, maar dan mee op weg zijn. En gaat je naar Ilio zijn afscheid binnen een week of ja, drie? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we dat zeker niet mogen missen. Maar gaat hij, rijdt hij gans in zijn daagse? Of? Ja, dat denk ik wel. Ah, oké. Maar het afscheid is de donderdag, denk ik. Oké. De donderdag van de zesdaagse? Ja. Oké. Maar hij gaat wel nog rijden tot de zondag? Dat denk ik. Dat denk ik nu ook wel. En weet je al aan wie dat hij gekoppeld is? Of, Ah, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Is dat al bekendgemaakt? Ja, nee. Misschien dat Mari al inside information had. Ik weet dat Morkov meer rijdt. Dus misschien dat hij hem daar aan koppelt. Want ik weet... Ik weet dat dat toch wel altijd een beetje een lichte frustratie was. Dat hij vond dat soms Cavendish net niet goed genoeg in vorm was. Ja, misschien wel. Voor Cavendish was inderdaad misschien niet... Ja, maar ik snap dan Keizer zijn punt wel. Ja. Natuurlijk is het wel mooi om met Cavendish te rijden. Hè. Die naam. We kennen mij altijd Bradley Wiggins samen met Cavendish, de zesdaagse. Wiggins die reed daar ook eigenlijk... niet op zijn alleen, maar die pakte dan twee rondes na elkaar. En Cavendish deed dan een keer een goede sprint. Dus eigenlijk was voor Ilio misschien Wiggins, Keijsen was misschien ongelooflijk geweest. Maar... Ja, misschien wel. En ook, ja, Ilio is van Gent, het Kuip Keijsen. Het is een thuisbasis, dus als je daar dan aanwezig bent, wil je daar altijd het beste van jezelf tonen natuurlijk. En hoe is het eigenlijk om met Cavendish in de ploeg te rijden? Want hij was dit jaar toch ook mee naar de Giro, hè? Ja. Goh, ik moet eerlijk zeggen, Kev is voor mij persoonlijk een speciale kopman. Hè. Als het goed gaat, is die fantastisch en uitbundig, maar dat het slecht gaat, is het volledig omgekeerde kant die enorm tekeer gaan ook. En het is niet altijd evident om voor zo iemand het uiterste te geven. Maar ik heb er natuurlijk alle respect voor, van hetgeen dat hij allemaal gewonnen en bewezen heeft in zijn leven. Zo van die twee kanten, dat merk je zelf door de interviews heen. Hè? Ja, Kev is een zeer emotioneel iemand en hij zou je de ene dag doodknuffelen en de andere dag zou hij je vervloeken, dus ja. Dus. Ja, dat hebben zelfs echt zoiets. Zo mensen als Renaat het schot hadden ook echt aan levende lijf ondervonden. Ja. Cavendish heeft ook ooit zoiets de micro afgepakt van een journalist, omdat hem een paar sprints in de Tour had verloren. Ja. En aan de andere kant, als ze dan 3-4 ritten wint, dan ziet hem ze allemaal geiren. Ik denk dat een beetje typisch is voor een sprinter, dat die adrenaline, die kick, die charisma... Hij heeft één rit gewonnen, hè, Cavendish? Ja, één rit gewonnen. Hij nog één nog. Dat was direct in de eerste week, denk ik. De eerste sprinterskans, denk ik. Ah ja, het was inderdaad start in Hongarije, in Budapest. Hoe was dat voor u? Goh, eigenlijk een hele schone aangename start. Schone stad. Het is altijd speciaal om in een grote ronde in het buitenland te starten. Viel goed mee, eigenlijk. Direct al met de finish bergop. Dus dat lag wel een mooie kans. Dit jaar de Giro, vorig jaar de Vuelta. Wat zijn zo de verschillen tussen beide grote rondes? Goh, de Giro is gewoon veel lastiger. De ritten zijn 30, 40 kilometer langer gemiddeld. Veel meer klim, veel steiler. Ook het weer is heel anders. Dat je in de Vuelta zit, maar met 40 graden ga je in de Giro kan je perfect 5 graden en regen hebben. Dus het zijn de uiterste van de twee ronden, denk ik. Het parcours van de Giro is vandaag voorgesteld voor 2023. Heb je al een keer gekeken naar het parcours? Ik weet enkel dat er enorm veel tijdrit kilometers zijn. Ja, 73. 73, ja.
En dat het een enorm lastige week is. Ja. En, maar ja, daar verschiet ik niet in. Ja, het zal natuurlijk lastig zijn. En weet jij al iets van welke grote ronde dat je volgend jaar gaat, gaat doen? Of is daar nog niks van gezegd? Nee, het staat nog niet vast. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk gaat zijn wie dat wat gaat doen. Maar persoonlijk denk ik dat het voor mij terug de Giro zal zijn. Dat denk ik een van... Ik mag kiezen tussen Giro en Vuelta, is de Giro wel de ronde die me beter ligt. Vind je dat goed te combineren met de klassiekers? Nee. Dat was snel, ja. Dat is een drama. Want ja, jij gaat sowieso toch ook weer Waalse Pijl en Luik rijden, hè? Ja, dat was een beetje de fout dit jaar, dat gewoon te veel was. Je kan niet geld voor je op een niveau rijden en dan nog de Waalse klassiekers en dan nog de Giro erbij doen, dan is het gewoon te veel. Oftewel doe je Catalonië, ga je op hoogtestage, ga je naar Giro. Oftewel doe je het voorjaar en ga je naar de Tour of de Vuelta. Dat is één van de twee. En dan dit jaar gereden, hè, de Giro, niet de Vuelta. Zat je kas op de fretten thuis, omdat je er niet bij waart? Toen nee. Remco won, of? Nee, zeker niet. Ik was heel tevreden voor de ploeg en voor Remco. Dat ze het voor elkaar kregen, maar ik had het voor mezelf al uitgemaakt. Eén grote ronde per jaar is genoeg. Ik zei, ik heb de Giro gedaan... geen tweede grote ronde van mij. Hoe beleef je dat dan eigenlijk, als jij thuis zit? En dus, ja, er gebeurt voor Vlaanderen toch iets vrij historisch. Oh ja, natuurlijk. Ik heb alle ritten, de meeste ritten gevolgd van de Vuelta. Natuurlijk, ik was zelf ook aan het koersen, dus dat is nog heel anders om te volgen dan. Maar ik denk dat iedereen gewoon er goede hoop in had. En een goede oog in had, dat het wel goed kon komen, maar toch altijd voorzichtig blijven en met twee woorden springen. Tot de laatste dag was het wel nog spannend, zal ik niet zeggen, maar toch wel nog niet afgelopen. Als je dan kijkt die koers volgt op tv, was er dan binnen de ploeg ook veel communicatie of in de WhatsApp-groep? Werd er hard meegeleefd of probeerde iedereen elkaar wel rustig te houden? Ik denk dat wel de clue van het verhaal is om rustig te blijven, zeker. Omdat er al zodanig veel op Remco afkomt, dat we niet nog extra druk moeten steken op hem. Dus dat is gewoon rustig blijven. En je weet ook hoe rap dat kan veranderen in een grote ronde. Klopt, één slechte dag. Ja, of een valpartij, of het kan heel rap draaien. Ja, heeft Wim van Sevens het een tracteur opgezet? Nee, dat is mijn compressor die aanslaat. Ja, inderdaad, we zitten hier... Op hoogte, podcast op hoogte om het opnemen. Maar je hebt hier een eigen ingerichte hoogtekamer. Ja, dat is iets dat ik zelf gebouwd heb in de corona. Dat was een mooie uitdaging voor mezelf. En ik ben er half een beetje technisch, dus dat was eigenlijk de beste investering dat ik was toen in die periode. En ik heb er veel tijd en geld in geïnvesteerd. En ik ben er wel trots in dat ik het met mijn glans volbracht en heb hier. Van waar komt dat? Is dat idee opgeborreld? Om eigenlijk echt bij je thuis een hoogtekamer? Want ik weet niet, zijn er nog renners dat hebben? Goh, er zijn wel renners die dat hebben, maar ik denk dat dit concept met zowel keuken, met bedden, douchen, dat redelijk uniek is in België. Maar ik wist voor mijn type renner, ik moest bergop gaan wonen of leven. En dat ik zag niet zitten om naar Andorra te verhuizen. Ik ben iemand die graag thuis is tussen de schapen en de koeien. Dus ik zocht iets om thuis te leven op hoogte. En dat was een tent, een alternatief. Maar een tent is een tent. Je zit erin te zweten, altijd stinken. Weinig slaap, veel lawaai. Ook weinig beweegruimte. Ja, dat was echt... Ja, je kunt niet veel doen als je in die tent ligt. Het was echt niet geestig om daarin te zitten. En dan beginnen opzoeken hoe dat alles werkte. Ik wist dat ze in Bacala wel zo'n kamer hadden. Ik wist gaan kijken. Maar die kamer is... Veel kleiner, veel minder aangekleed, minder aangenaam om in te wonen. En ik zeg, ik ga dat ook doen, maar dan in orde. Ik zeg, het moet in orde zijn. Ik zeg, moet alles erop en eraan zijn. En ik zeg, ik ga het ene keer goed doen. En eigenlijk heb ik hier een kleine studio gemaakt. En dat is perfect voor mij om hierin te leven. Ja, want uiteindelijk, je zit er dan op 2000 of 2500 meter hoogte. Maar je traint dan wel laag, dus eigenlijk ideaal. Ja. Dat is ook een beetje like dat Kolopnev zijn hotel in Kalpe, of het is misschien iets voorbij Kalpe. Dat is ook een beetje hetzelfde concept. Hè, waar... Ja, het is exact hetzelfde concept. En voor mij is dat ideaal, omdat ik ben thuis, ik hoef me geen zorgen te maken. En
Wil ik hoger slapen, slaap ik hoger, voel ik mijn dag niet goed, zet ik de machine uit. Ik heb enorm veel flexibiliteit en dat is een luxe voor mij. Wie heb je dan geraadpleegd om dat project eigenlijk te doen? Of wie voorziet die installatie? Want je zegt, dat is toch iets niet dat in Vlaanderen niet veel voorkomt. Ja, je kunt dat moeilijk in de winkel gaan kopen, denk ik. Ja, nee, zeker niet. Enorm veel zelf opgezocht. Bij de ene firma te raden gaan, dan bij een andere firma. Ik heb de wereld rond geweest om overal informatie te halen. En dan kom je uiteindelijk in Nederland terecht bij een firma die een beetje hetzelfde systeem doet. Dan kom je in contact met die mensen, krijg je uitleg. Weet je waar je moet opletten? En dan ben ik bij hen bouwen. Nee. Zij zijn dat wel komen installeren zelf? Zij zijn hem zelf komen installeren, maar ik heb al het voorbereidende werk gedaan. Okay. Maar natuurlijk, ik heb die kamer nu gemaakt. Ik wist niet wat ik aan behost voordat ik eraan startte. Er zijn hier en daar nog wat kinderfoutjes in. Maar dat is normaal. Ik denk dat ik dat een tweede keer zou moeten doen, zou dat wel perfect zijn. Maar voor de eerste keer vind ik het zeker niet slecht. Ja, ik denk niet dat je het nog een tweede keer gaat doen. Of misschien ja, na je carrière. Ja, misschien eigen wel. Eigen bedrijf in de hoogtekamers. Ik kan misschien kijken. Het wordt af en toe een keer verhuurd. Ik heb de machine is groot genoeg. Ik kan perfect nog een tweede kamer hiernaast installeren. Dus ik kan nog uitbreiden. En zet traint je soms op je rollen als je die hier je kamer voor zet? Ja, zeker. In de winter is dat ideaal, omdat ik dan bijvoorbeeld 2 uurtjes ga fietsen. Kom dan terug thuis. Doe dan nog een half uurtje of een uurtje op de rollen. En dat qua training is dat perfect, omdat je dan nog even terug in de warmte traint. Een beetje een extra prikkel aan je lichaam heeft. En ik denk dat ook een van de redenen is dat ik in het voorjaar altijd wel in orde ben. Het is dus niet belangrijk om constant op hoogte te zijn, bijvoorbeeld. Want als je buiten loopt of buiten traint, zit je niet op hoogte. Nee, zeker niet. Ik zou zeggen, minimum 12 uur per dag. En gemiddeld zit ik hier rond de 15, 16 uur per dag. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom gemakkelijk aan mijn uren. Ik eet hier, ik slaap hier, ik douche hier. Dus vanaf dat ik die kamer binnenkom, zit ik op hoogte totdat ik de kamer weer uit ga. En zo is dat wel al redelijk aangenaam. Ja, want het staat eigenlijk naast het ouderlijk huis. Gaat je daar dan nog vaak gaan eten? Of dat doe je dan ook hier allemaal? Ik ga thuis gaan eten. Ik doe mijn was ook thuis. Ik heb eigenlijk de voordelen van beide werelden. Ik zit hier apart en toch thuis. Dat is wel ideaal voor mij. Ik zit hier in de schuur, dat is goed zo. En in de winter zit de schaap hier naast me en hoor ik af en toe een keer dat er iets niet goed is of wel goed is. Wordt er wakker van of niet? Nee, dat niet, maar ik hoor wel dat er andere lammetjes geboren worden. Dat ik zeg, ik ga toch nog een keer aan kijken voordat ik ga slapen, dat allemaal in orde is. Ja. Zijn jullie dan ook altijd vroeg op? Nu niet extreem vroeg. Meestal om 7:30 sta ik op. Dus. Ja, voor de luisteraars niet extreem vroeg. Nee, zeker voor, niet. Voor de Ben is dat extreem. Ja, als student is dat anders natuurlijk. Ja, ik denk dat voor een gewone werkmens is dat al laat. Dus dat is een beetje afhankelijk van hoe je dag ingedeeld is. Ja, klopt. Buiten een grote ronde volgend jaar, wat is nog een groot doel? Dat je zegt van, die periode wil ik echt wel goed zijn. Het is vooral het voorjaar hier terug. Ik weet wel nog niet waar ik zal starten. Dat zal normaal Argentinië of Mallorca zijn, denk ik. En ik hoop gewoon van... Argentinië is al heel vroeg. Dat zijn januari al, bijna februari, denk ik. Amai. Dus ja, sowieso. Ik denk dat je een goede voorjaar kan rijden. Dat je al de helft van het seizoen zit er aan bij kan op dan. Dus ik denk dat je moet gewoon direct goed starten, dat van tegenwoordig. Voilà, ja. Dan wensen we je direct een goede start van het seizoen, Mauri. En vooral een goede winter. Ja. Geniet van de rust nog enkele weken. En van de rust in Torhout. Voilà, ideaal, merci. En veel treinskiebeens gewenst. Bedankt, ja. Mauri. Goed, merci. Ja. Ciao. Mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabedja gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. Stibar is de pijper. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Is dat Van Aert? Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert die het haalt. Een Olympisch kaal. Olympisch kaal voor Dirk Van Avermaet. Voilà. Het
Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen.